Hallo en welkom bij de Loxon tutorial. Vandaag gaan we het hebben over de mixfunctie en de parameters van onze lichtsturingsbouwsteen. Tijdens deze tutorial gaan we het hebben over de mixfunctionaliteit en de parameters van deze bouwsteen en worden deze dieper verduidelijkt. In de voorgaande tutorial hebben we het gehad over de lichtsturing zelf en hebben we de configuratie gemaakt. Deze configuratie gebruik ik ook hier verder in het voorbeeld. Vorige keer hebben we de drukknop, de bewegingsmelder en de lichtsensor aangestoten op de lichtsturingsbouwsteen, hebben we een aantal stemmingen aangemaakt en hebben we onze vier uitgangen van onze smart actors van onze verlichting hier aangehangen. We zien dat deze allemaal op een aparte actor hangen, waardoor we deze apart in de visualisatie kunnen gebruiken. Ik heb hier twee opbouwspots en twee inbouwspots gebruikt in de configuratie. Als we op de lichtsturingsbouwsteen gaan klikken, komen we links in de eigenschappen van deze bouwsteen. Als we hier naartoe gaan kijken, dan kunnen we een aantal van deze eigenschappen zien. We kunnen hierover hoveren en als we op deze eigenschappen klikken, dan krijgen we de bijkomende informatie hier onderaan te zien. Als we starten met een aantal van deze parameters te bekijken en deze te overlopen, dan starten we hier met parameter T. Dit is onze grenswaarde van de helderheid in lux gemeten. Hier gaan we dus tegen de lichtsturingsbouwsteen zeggen, als de helderheid in de ruimte onder deze luxwaarde zakt, dan mag er bij beweging de bepaalde lichtsfeer aangestuurd worden die onder de bewegingsmelder aangesproken dient te worden. Hier bepalen we dus mee dat als de lichtsterkte onder 30 lux komt, onze bewegingsmelder stemming geactiveerd wordt als er beweging is in deze ruimte. Dan hebben we onze parameter TH. Deze gaan we gebruiken om tegen de lichtsturing te zeggen van zodra er beweging is, moet een bepaalde lichtstemming aangesproken worden als we onder deze bepaalde helderheid vallen. En dan moet de verlichting voor een bepaalde tijd geactiveerd worden. Zolang dat er beweging is, blijft de verlichting geactiveerd. Van zodra dat we eigenlijk op de dalende flank van onze bewegingsmelder zitten, dus de beweging stopt, wordt onze parameter TH aangesproken en gaat de verlichting nog voor zoveel seconden verder aanblijven. Gebeurt er in die tijd dan nog een beweging, dan wordt de timer weer gestart vanaf het moment dat onze bewegingsmelder terug op de dalende flank komt. Dus hier met deze parameter bepalen we hoe lang de verlichting nog aan moet blijven na de laatste beweging in de ruimte. Dan hebben we onze parameter TI, die staat hier op 5 seconden. Deze parameter wordt in acht genomen van zodra dat de verlichting uitgeschakeld wordt in die ruimte. Dit kan door het automatisch uitschakelen zijn van de verlichting, door een dubbel klik op onze T5-knop, een triple klik op onze T5-knop, een uit in de applicatie of een reset van de lichtsturingsbouwsteen. Zolang wordt op dat moment de bewegingsmelder genegeerd. Dit om de verlichting niet automatisch aan te laten springen van zodra er direct een nieuwe beweging is als de gebruiker de verlichting heeft uitgeschakeld. Hier moeten we dus 5 seconden effectief geen beweging hebben in deze ruimte. Van zodra dat er een beweging komt in die 5 seconden, wordt de timer van 5 seconden teruggestart op de dalende flank van de bewegingsmelder. Dus er moet effectief 5 seconden geen beweging in de ruimte zijn. Als we dan toch tijdens deze periode het licht willen aansteken of als we op een ander moment de verlichting willen aangaan zetten, dan gaan we eigenlijk op de knop duwen. Dan hebben we onze handmatige puls op een drukknop of we kunnen in de applicatie ook de verlichting gaan aanzetten. En dan gaan we eigenlijk handmatig de verlichting activeren. Dit wil dus zeggen dat de eindgebruiker de verlichting voor een bepaalde tijd wil activeren, deze wil gaan inschakelen. Dan gaan we de verlichting ingeschakeld laten zolang er beweging is in deze ruimte en gaan we deze tijd ook verlengen waarin dat de beweging automatisch wordt uitgeschakeld. Dit vinden we terug onder onze parameter MT, waarin we gaan zeggen na 3600 seconden op de dalende flank van de bewegingsmelder wordt de verlichting uitgeschakeld. Dus de gebruiker heeft een handmatige puls gegeven
in het systeem, dus via de drukknop of de applicatie of door bepaalde logica. En dan gaan we de verlichting aanlaten voor zoveel seconden. Toch schakelen we de verlichting uit na die 3600 seconden. Geen beweging in de ruimte voor energiebesparingen. Dit zijn dan ook de belangrijkste parameters in deze bouwsteen. Het verschil dus tussen parameter TH en MT is: voor parameter MT dient een handmatige handeling gedaan te worden op de lichtsturingsbouwsteen. Voor parameter TH, deze wordt gebruikt bij het inschakelen van onze bewegingsmelder stemming. Als we dan even een voorbeeldje erbij halen van hoe dat we deze handmatige puls en onze parameters moeten bekijken, dan zien we hier op het voorbeeldje onze actieve stemming, AQS, dus stemming 1 of 2. Zien we onze bewegingsmelder stemming, dus de stemming die geactiveerd wordt door de bewegingsmelder, en zien we hoe lang dat onze bewegingsmelder eigenlijk beweging detecteert. We zien hier dat onze bewegingsmelder bij de stijgende flank bewegingsmelder stemming 1 activeert. We zien dus ook op AQS dat stemming 1 geactiveerd wordt. Daarna gaat de gebruiker een handmatige handeling doen, dus hij gaat op de drukknop klikken om naar stemming 2 te gaan. We zien dus dat de bewegingsmelder stemming uitgeschakeld wordt, maar we zien nog altijd beweging in de ruimte. Dan zien we onze dalende flank van onze bewegingsmelder en zien we parameter TH die we hebben ingesteld, dus onze 900 seconden hier in het voorbeeld, zien we verlopen, maar we zien toch dat onze stemming AQS, dus onze verlichting, nog altijd actief blijft, zolang dat parameter MT geactiveerd is. Moest onze gebruiker nu geen handmatige handeling hebben gedaan, zou onze verlichting uitgevallen zijn naar parameter TH, maar door de handmatige handeling wordt er gekeken naar parameter MT. Als we dan hier even terug naar onze lichtsturingsbouwsteen komen, zien we nu dat er een functie op RAQ is aangesloten, de huisverlaten functie. Dus bij een drievoudige klik in de woonkamer gaan we deze marker activeren en deze functie wordt gebruikt om alle verlichting in heel de woning te gaan uitschakelen. Dit doen we dus ook voor veiligheid en energieefficiëntie in de woning, dat we in één ruimte de gehele verlichting van de woning zouden kunnen gaan uitschakelen. Dit gebeurt ook door autoconfiguratie. Hier zien we ook een voorbeeldje waar we gebruik gaan maken van twee drukknoppen, waarin elke drukknop een andere functie eerst gaat aanspreken van de lichtsturingsbouwsteen. Bijvoorbeeld in het multi-room gebeuren, waarin dat we een ruimte voor meerdere functies gaan gebruiken, zoals een eetkamer en een keuken tezamen, waarin dat we eigenlijk de ruimtes gaan opdelen als twee aparte ruimtes, maar toch in één ruimteconcept zitten. Hier gaan we dus onze Touch Pure gaan gebruiken om de eerste lichtstemming aan te spreken. Dit is de stemming voor het eten. Onze Touch knop gaan we dan gebruiken om de stemming koken te activeren. Dus we zitten hier met een ruimte die zowel voor het eten als voor het koken gebruikt wordt, waarin dat we twee stemmingen gaan activeren. Als we hier dan in de bouwsteen komen, dan zien we ook de stemmingen die geprogrammeerd zijn in de bouwsteen. We zien hier de etenstemming en de kokenstemming die alle twee verschillende lichtkringen gaan activeren. Een lange drukpuls van meer als 1 seconde op onze drukknop gaat deze stemmingen met elkaar vermengen, waardoor dat we eigenlijk die twee verlichtingskringen tegelijkertijd kunnen activeren. Dit kan je hier zien. Als we nu de stemming koken plaatsen onder de mixfunctie, kunnen we met dezelfde drukknop door een puls deze stemmingen met elkaar gaan vermengen. Een lange klik, langer dan 1 seconde, gaat er dan voor zorgen dat we naar de volgende stemming switchen. Dit wordt ook even gedemonstreerd. Dit is de tutorial over het mengen van onze lichtstemmingen en over de parameters van onze lichtstemmingsbouwsteen. Dan nodig ik jullie uit om de volgende tutorials ook te bekijken
en verder te gaan in de programmatie. Alvast bedankt. Dag.